Hallo allemaal, ik ben Mariana, ik ben 18 jaar en zit in mijn eerste jaar bachelor orthopedagogie in Viveste Kortrijk. Ik ben doof en heb twee cochleaire implantaten, dus ook voor mij is het niet evident om de lessen te volgen. Het grootste probleem deze tijd voor mensen met een auditieve beperking zijn de mondmaskers. Hierdoor kunnen wij niet liplezen en is het moeilijk voor ons om een gesprek te volgen of om iemand te kunnen verstaan. Er bestaan stoffen mondmaskers met een doorzichtig venster, maar het probleem is dat het venster erop verdampt, waardoor het lipdeel toch weer verborgen is en we toch niet kunnen liplezen. Toen ik in mijn laatste jaar secundair zat, gebruikten de leerkrachten voor mij een face shield. Hierdoor kon ik toch liplezen en kon ik de les volgen op een manier die ik al gewend was van voor corona. In het hoger gebruiken de docenten voor mij dit mondmasker. Deze is volledig doorzichtig. En deze verdampen niet of minder snel dan de stoffen mondmaskers met doorzichtig venster en zijn dus een betere oplossing voor mij. De tip die je kan meegeven met andere leerlingen of studenten met een auditieve beperking is om ervoor te zorgen dat er een goede communicatie is tussen jou, de leerkrachten en de medestudenten over de klas. Dat de leerkrachten goed weten op welke manier ze het beste kunnen lesgeven, zodat dit voor jullie goed lukt en dat jullie op een zo normaal mogelijke manier de les kunnen volgen. Dat jullie klasgenoten, jullie medestudenten goed weten op welke manier ze kunnen communiceren met jou, zodat het ook vlot verloopt en dat jullie toch op een normaal mogelijke manier naar school kunnen gaan. Ik weet dat het niet makkelijk is en mentaal ook moeilijk is om iedere dag geconfronteerd te worden met je beperking. Maar geef de moed niet op. Je bent hier zeker niet alleen in. Er zijn zoveel andere mensen die in dezelfde situatie als wij zitten. En het is belangrijk dat we elkaar hierin blijven steunen. Dus praat erover met je vrienden, met je familie, met je omgeving. Hoe meer mensen dit weten, hoe meer mensen er bewust van hen zijn en hoe meer mensen het draaglijker kunnen maken voor ons en er toch voor kunnen zorgen dat wij een zo normaal mogelijk leven kunnen hebben in corona.